Dus ik heb proficiat met jullie bronzen medaille. Margot, zijn jullie tevreden met jullie plaats? Ik denk dat we vandaag allemaal wel wat fouten hebben gemaakt. En dat we wel zeker beter kunnen. Het is wel goed dat derd is, maar het kon zeker beter. Okay. Senna, is het leuk om allemaal samen aan de internationale competitie deel te nemen? Ja, zeker. We zijn echt een team en dat helpt ons ook echt vooruit. Dus het is altijd leuk als het echt een teamwedstrijd is. Maar Elis, verkiezen jullie een wedstrijd in België of in het buitenland? Ik denk toch in België, want het publiek kan ons goed aanmoedigen. Jade, hopen jullie morgen ook op een medaille? Ja, tuurlijk. We hebben de junioren en wij hebben vandaag allebei brons gehaald. En we hebben allemaal foutjes dat zeker beter kunnen, dus ik denk wel dat we kans maken. Okay. En Nina, wat is jullie top 3 morgen voor de finale? Ik vind het een moeilijke vraag, want ik heb natuurlijk niet alles kunnen volgen van vandaag. Maar er zijn verschillende goede teams van de junioren, zoals Roemenië. En Groot-Brittannië heeft het ook wel goed gedaan. We weten nog niet precies dat de mixed teams gaan zitten. Dus ik ga er momenteel nog geen antwoord op geven en gewoon mooi afwachten tot morgen. Oké, veel succes. Dank je wel.